Ik ga pakken, want ik ga 2 maanden reizen door Nicaragua om Spaans te leren en om het land te leren kennen. Nou, ik heb tijd zat, want ik ben net een paar maanden geleden gestopt met werken. Ik vind het wel heel spannend, want ik ga alleen. En ik heb eigenlijk alleen maar de eerste 2 nachten geboekt in Managua, want ik kom 's avonds aan. Maar eerst dus maar eens gaan pakken. En dit is het koffertje dat ik meeneem. Nou, past overal in elk vliegtuig mag je dat meenemen zonder dat je dat hoeft in te checken. Lekker handig. Ik heb wel een lijstje gemaakt van alle spulletjes die ik mee wil nemen. Een aantal dingen heb ik al uitgezocht. Alles wat op mijn lijstje stond, dat ligt nu op mijn bureau. En dat ga ik in mijn koffertje proppen. Ik ben benieuwd of het lukt. De spulletjes zitten erin en de tas is al aardig vol. Ja, nu nog de kleren erbij. Een jurk, altijd handig. Eén t-shirtje met korte mouwen. Iets voor 's nachts, want ik slaap ook op slaapzalen. Lange broek. Twee shirtjes met lange mouwen. Ik hou niet zo erg van verbranden. En smeren ook niet. Dus dan maar lange mouwen. En even kijken. Nog ondergoed. In een wasnetje. En mijn petje. Nou, nu kijken of het dicht. Volgens mij lukt het met een beetje persen wel. Echt een beetje persen. Niet toch, hè? Ja, toch wel. Toch wel. En als ik nou niks koop onderweg, dan gaat dat net goed. Ik word wel gehaald en gebracht, dus ik heb geen jas nodig. Ja, is gelukt. Ik ben klaar voor mijn reis. Ik heb er vreselijk veel zin in om nieuwe dingen te leren, nieuwe dingen te doen. En ik ga er ook iedere week over vloggen. Mijn volgende vlog is uit Nicaragua. Nog even de koffer op de weegschaal. 8 kilo.